nieuwe video. Het regent volle bak momenteel. Maar we staan in een verlaten ziekenhuis. Eén gedeelte wordt nog gebruikt door asielzoekers, volgens mij. Systeem of iets. En hier van die lampen. Ik durf ook niet zo meer ergens aan te zitten. Zal het scherm nog aangaan? Zo de handen wassen. Maar de dokters even de handen konden wassen. Hier nog allemaal van die bedden. Zoals ik al zei, we kunnen niet uitpraten. In één gedeelte zitten nog asielzoekers. En we weten niet waar dat ongeveer in het pand is. De operatiekamer zijn we binnen, maar het kan best zijn dat hier straks van een beveiliger rondloopt. Dus het is best wel spannend. Niet normaal. Het is echt niet normaal. Hoe vet is dit? En de klok, die doet het niet meer. Het is hier warm en wordt hier gewoon nog gestookt. Dit hebben we serieus nog nooit gehad, zo'n ziekenhuisbed. Wel dat de lampen erin en zo, en dat dat ding in de grond was, maar niet dat het operatiebed er nog op lag. Hoe bizar. En ook hier gaan de lampen gewoon weer aan.
niet normaal. Je werd voor gewoon mensen open gesneden, alles erop en eraan. Soms moet je echt wel luisteren of je iemand anders hoort. Dan Jelle en mij, onze voetstappen. Ik zag een asielzoeker roken in een soort hokje. Dus ze zitten hier echt wel. Toen we aankwamen, twijfelden we heel erg. Een soort machines nog te scannen. Hier een kleedruimte, er zat er nog een bedrijfsteam. Het is er. Ja, dan kunnen ze ook heel besnijden. Ja, dat heb je ook andere mogelijkheden. Ja. Oh, kijk, hiermee kun je hem aan en uitzetten. Door een gangetje aan het lopen, gewoon een stukje omheen. Ik kon je naar buiten kijken, ik dacht even kijken of iemand omheen staat. Er zit een soort bushokje, een rokershokje. Er staat gewoon een asielzoeker te roken. Die zat daar gewoon een beetje. Ja, via het lichtknopje denk ik. Maakt mij niet heel lang maar aan staan hoor. Ze stoken hier ook nog voor de vogels. Van die stangen steunen. Kijk, er ligt zelfs nog mondkapjes en verdovingsmiddel of wat het dan ook is. Dikke tv. Hier van die jassen. Van operaties schorten. Kantoor, onder OP, leuting, leiding denk ik. Kom, we gaan even computeren. De stekker er wel weer uit. Kijk, ik heb zo'n kaart gevonden. Dan kan je daar zo onder klikken. Dan doe je hem aan. Dat werkt niet bij deze shit. Volgende. Ik ga het jullie laten zien. Even kijken of die hier wel aankomt. Het is ook vet hoor. Ja, hier is die aan.
2016. Wat bedoel je? Dat het gewoon niet zo licht. Heel apart. Computer. Van die pompen. Gek ding. Wat is dat, joh? Maar alles ligt nog helemaal vol. Echt niet. Moet je dit zien, hele zak met... Weet ik veel wat dit is? Vocht. Om het vochtig te houden. 40 milligram. Oh, zoals het pijnstillingsmedicatie zijn. De teringjas. Oh, daar staat hij nog. De koelkast maakt nog wel uit. Zo'n nog gekke dingetjes, wat het ook is. Apart. Nou ja, goed. Wij maken ook foto's. Dus we zitten nu even heel deze ruimte mooi aan te kleden voor de foto. Of het nog net echt zo achtergelaten is. Maar ja, sorry jongens, dat hebben wij gedaan. Kijk, dan hoe we hem opgebouwd hebben. Net echt. Overal ligt natuurlijk nog wat. Gaasjes. Apparatuur, vloeistoffen. Een soort botmesje. De hele jas. Zelfs zo'n ding nog. Handschoenen. Zelfs zo'n strok. Met een soort zakken. Echt heel vet. Zijn de lampen vol? Ja. Ja, die zit ook helemaal aan. Oké, ga een mooie foto voor Jelle maken. Ik zal het nu laten zien en nu de camera draaien. Hij kiept eraf. Hij kiept eraf. What the fuck? Nee, dit is het wel. De beentjes kunnen niet wijd. Kijk, hier aan het einde van de gang zit een deur. Daarmee kan je naar de rest van het ziekenhuis. Alleen die hebben ze afgesloten voor ons. Omdat jouw zoekers aan die kant zitten waarschijnlijk. En die niet hierheen mogen. Wij kunnen nu niet daarheen. Maar er moet ook nog een heel mondewarium zijn. Nog meer operatiekamers. Maar die zit hier waarschijnlijk boven of in een ander gedeelte van het ziekenhuis. Nou ja. Doe dat nou niet, Jelle. Ze hebben dat niet te spelen, ik lig op bed. We gaan. Oh nee, ik ga naar voren. Ik kom niet naar voren. Ik kom niet naar voren. Ik schuif je zo af. Niet te ver, niet te ver. Oh, nee, deze knik kan kom ik niet. Nou goed, dan gaan we opzij. Ik heb de camera steriliseerd. Steriliseerd. Stabiliseerd moet ik zeggen. Nou ja, goed. Gaan we even verder kijken. De wc. Van de personeelsruimte. Nee, niet doen. Kleedruimtes. Ja, de kleedruimte met de lokkers van die mensen die hier werkten. En een lege doos met wc-papier. Pleerpapier. Hier stond er ook klein. Van die operatieklompjes. Kijk, hier is zo'n ding. Dit is de uitslaapkamer geweest.
Die hebben ze gewoon nu volgegooid met rotzooi operatiekamers. Maar ja, volgens mij natuurlijk die bedden. En voor die privacy van die mensen kon ze zo'n gordijntje ertussen schuiven. Wat is dat nou? Hallo. Een vingerpoppetje. Vingerpoppetje. Shotje? Neem een shotje voor het shotje. Oké, nou, we hebben alles wel gezien, we gaan. Wat meer dan dit is het niet echt. Ik weet niet wat het is. Gekke dingen zijn aan het handen, het lijkt er wel ook. Heel apart. Ik ben er even bij de kamer dan OP is het hier. Met deze lamp in mijn rug en de operatie. Ja, bedtafel wat een beetje hebben ingericht voor de foto's. Ja, achter mij ga ik de video afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En vergeet gewoon niet te abonneren, die blauwe duimpjes omhoog te doen. En dan zeg ik voor nu, ik check jullie. Laters!